Gisteren de bosmuis. Daarvoor de kleine bonte specht. Daar weer voor vliegbasis Twente met zijn trekvogels. En vandaag vogelkijkhut de Oelemars bij Losser. Ook weer in het Twentse land. En daar was ik nog nooit eerder geweest. En dat is nog echt een excellente vogelkijkhut. Die staat pal voor een vogeleiland. En dat vogeleiland stond dit keer vol met gewone vogels. Vogels waar je normaal gesproken niet echt een half uur voor gaat stilstaan. Een groep grauwe ganzen. Een enorme groep grauwe ganzen. Die van zich laten horen. En maar door hun hoeveelheid, door het aantal, was het wel indrukwekkend om zo dicht op zo'n groep grauwe ganzen te zitten. Met hier en daar ook nog een nijlgans ertussen. Wat trouwens natuurlijk ook prachtige vogels zijn. Ja, ze horen hier niet thuis, ze zijn exoten, ik weet het. Maar kijk naar zo'n nijlgans en kijk naar de kleuren op die afspatten van het verenkleed. Gewoon mooi. Mooi om die bezig te zien. Langs dat eiland stond ook nog wat kokmeeuwen op paaltjes en natuurlijk wat aalscholvers. Wat trouwens mooi was, en nou ja, toch ook wel leuk om te zien, was dat de koolganzen kwamen aanvliegen. De dag ervoor was ik nog in het uiterland van Strijen en daar stond ik met vogelaars te praten. En die merkte op dat er nog geen koolganzen waren, dat die onder de weg zijn. Nou, vandaag, daar bij de Oelemars, zagen we die trek van de koolganzen letterlijk op gang komen. De eerste koolganzen van het jaar, van dit najaar, kwamen daar binnen. Althans, voor mij de eerste. En die koolganzen, die verschillen van de grauwe ganzen. Ze zijn een stukje kleiner, ze hebben wat strepen op de borst. Ze hebben een beetje een oranje, roze snavel. En ze maken een hoger geluid. Een wat keffend geluid. Terwijl die grauwe ganzen maken echt zo'n klassiek gegak. Goed. Ganzen dus. Een enorme groep ganzen op dat eiland. En terwijl ik een beetje afgeleid was, maakte Ruben me weer wakker en riep hij me tot de orde, want op de tak pal voor de hut was een ijsvogel neergestreken. Ja, dat was natuurlijk wel de waarneming van dat moment. De ijsvogel die op die tak neerstreek, daar eventjes in het rond keek, zich van ons niks aantrok, want we zitten ook maar een 5-6 meter voor hem. En vervolgens vloog hij weer weg. Nou, dat was natuurlijk wel dat moment. Ijsvogel op de tak. En ik vind het ook grandioos gevonden, want dat zie je niet vaak voor vogelkijkhutten, dat daar precies voor die vogelkijkhut een dak is geplaatst. Want dat is natuurlijk, daar is over nagedacht. Daar strijkt de ijsvogel wel vaker op neer.